Je bent hier vanavond bij de discussie van Caro de Rode Hoed. Ja. En ik weet naast dat je dingen waar Ari voor mij moderator is of presentator is, en waar discussies zijn rondom jongeren, dat hij voor mij jou ook vaak gewoon uitnodigt, of dat je zelf gaat. Klopt. Is het vanavond ook zo, of heeft vanavond toch wel een speciale lading voor je, waarvoor, als je kijkt naar het onderwerp waar het over gaat? Ik denk dat het zeker een bepaalde lading heeft en dat het meer is dan alleen een uitnodiging. Ik vind het een heel interessant onderwerp, maar ook weer een heel gevaarlijk onderwerp. Waarom vind je het een gevaarlijk onderwerp? Omdat je kan mensen kwetsen zonder dat je het doorhebt. Mm-hmm. En ik vind een geloof is iets voor jezelf. Als je het uitdraagt, is ook iets voor jezelf. De uitwerking van een geloof is ook iets voor jezelf. Mm-hmm. Ik geloof in God. Mm-hmm. Alleen ik geloof er ook in dat je iedereen moet respecteren die het wel gelooft of niet gelooft. En het jammer van geloof vind ik dat het de laatste tijd, ik denk dat het algemeen is, het soms wordt opgedragen. Ik vind geloof is voor jezelf. Daar hoeft de ander geen last van te hebben. Ben je er bijvoorbeeld voor geloof jij zelf? Dat is mijn eerste vraag. Ja, ik geloof zelf. Ja? Ben je ook bezig met spiritualiteit? Ik was een periode heel lang bezig met spiritualiteit. In dit geval de Bijbel heb ik tracht na te leven aan periodes. Met vaste bidden, echt proberen volgens Jezus Christus te leven. Mm-hmm. En ik heb een tijdje de Koran bestudeerd. Oké. En de Koran bestudeert. Dus wat geloof je nu? Heb je daar je eigen mix uit getrokken? Nee, ik geloof sowieso in het christendom. Ja. Alleen respecteer ik ook sowieso andere geloven. Maar ik geloof er ook in dat je ook soms moet werken. Ja, sowieso moet. We hebben hier gewoon een wonder aan het beginnen. Kijk, serieus en dan begint Lido weer. Dat kan niet. Maar in ieder geval, niet af laten leiden. Hij heeft vaak tussendoor. Hij heeft het al verlicht. Nee. Jij het licht al gezien. Ja. Jij ook? Ik ben heel erg bezig. We gaan verder, Omar, ja. Oké, vind je dit bijvoorbeeld beledigend? Het zou misschien onbewust beledigend kunnen zijn, alleen ben ik daar, Je hebt een dikke huid. Een dikke huid, ja. Maar vind je het ook niet eigenlijk dat vaak gelovigen een beetje erg gevoelig zijn? Overgevoelig wellicht. Ik geloof, het is weer een woordenspeling, hij zegt ik geloof. Ja? Maar ik geloof erin dat God echt voor jezelf is. Ja. Als iemand bijvoorbeeld een profeet beledigt of bepaalde delen van je geloof, kan je niet beledigd zijn. Je moet alleen vrezen. Mm-hmm. Als je kijkt ook naar het geloof, moet je vrezen voor die persoon dat hij gestraft wordt. Dus ik snap ook niet als iemand zich beledigd voelt of daarin bepaalde consequenties trekt om daar het recht op te halen. Want daar uitduidend van, als je gelooft in God en je beledigt God, dan komt de straf vanzelf. Als je gelooft in God, als je nog een keer, en dan komt de straf zelf? Als je bijvoorbeeld Jezus zou beledigen, zou ik niet dan wakker liggen. Ik zou misschien dan wakker liggen op het feit wat er met jou gaat gebeuren. En als ik zeg, ik heb ook lang zitten nadenken, weet je wel, over wat ik ervan vind enzovoorts. En dan zeg ik geloof, mijn geloof is in mezelf. Ik vind dat het allerbelangrijkste geloof. Ik vind persoonlijk dat heel veel mensen die geloven, dat vergeten. In eerste instantie, om dat te doen. Maar als ik zeg geloof is een handicap. Ja, kan ik me ergens wel wat in vinden, Is dat beledigend? Of zou ik zo meteen om mijn bek worden gevraagd? Nee, kijk, weet je wat ik het moeilijk vind? Het is jouw mening. En dat moet ik respecteren. En ik snap wat je daarmee bedoelt. Alleen ik beleef het geloof iets anders. Mm-hmm. Maar ik vind het eigenlijk, ik ben het wel met je eens. Want ik voel het als iets moois. Ik maak het elke dag mee als iets moois. Mm-hmm. Maar ook daarin wat een stukje handicap. Ik zal het niet dan zo uitdrukken, maar ik kan me wel erin vinden wat je daarmee bedoelt. Oké, maar je kan er wel in vinden. Ja. Dus het heeft een bepaalde, het legt bepaalde beperkingen op. Ja, het legt een bepaalde beperkingen op die je natuurlijk zelf wel of niet doet. Oké. Ja. En als je die beperkingen volgt, dan geloof je. En als je zegt je gelooft in God en je laat die beperkingen varen, dan ben je er nog wel geloven. Ja, je gelooft in jezelf. En daarom ben ik tegen een kerk, ben ik tegen een moskee, ben ik tegen de mainstream. Ja. Omdat het geloof zit in jezelf. En als jij een biertje wil drinken, een jointje wil roken, dan kan je nog gelovig zijn. Ondanks dat het dus niet eventueel zou kunnen. Smoke je wel eens de wierie? Ik niet. Oké. Ja. Oké, cool. Ja. Ik heb het vroeger wel eens gedaan. Wel eens. Mooi, ik zat op mijn 18e, 19e, 20e vast in een coffeeshop. Maar daarin kan je wel gelovig zijn. Het heeft niks te maken met of je nou wel of niet gelovig bent. Absoluut. Maar niet dat je denkt dat ik een of andere stereotype van je wil maken of zo. Nee. Cool.